Are you trying to get crazy Hallo, with this? Dit is Felix. Don't you know I'm loco? En welkom bij mijn BPV-verslag. Als allereerst wil ik mijn leerdoelen met jullie bespreken. De allereerste is... Ik wil graag beter worden in animeren. Dit zijn de animatieopdrachten die ik voor stage heb gemaakt. Althans, een aantal fragmenten ervan. Deze opdracht kwam vanuit Felix en ja, ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb heel veel nieuwe technieken in After Effects kunnen ontdekken. En ik ben heel erg blij met de eindresultaten. Een van de animaties was een groepsopdracht. Ik heb vooral daarvan heel veel van de samenwerking geleerd. Maar ja, uiteraard was dit niet een animatiestage, maar meer een illustratiestage. Sommige tekeningen vond ik heel erg leuk om te maken. En daarbij komt ook gelijk mijn tweede doel. Ik wilde namelijk leren hoe je een goede communicatie legt tussen de klant en het project zelf. Nee hoor, in 4 maanden tijd geen enkele opdracht voor een klant gemaakt. Oké, sure. Felix kan je ook zien als een klant, maar het is toch niet hetzelfde. Juist het contact leggen met een onbekend bedrijf, onbekende mensen, leek mij juist heel interessant. Omdat ik dit leerdoel niet echt behaald heb, kan ik het in ieder geval meenemen naar de volgende stage, toch? Voor het volgende gedeelte van dit verslag wil ik mijn poster aan jullie laten zien. Dit is hem dus geworden. Hier onderin vertel ik iets over het BPV-bedrijf. Tekenstudio Felix Guérin. Ik heb er een aantal leerdoelen op verwerkt. Hierboven zie je mijn werkwijze. En zo kijk ik terug op wat ik heb geleerd deze periode. Conclusie. Over het algemeen heb ik een hele leuke stage tijd gehad. Iets belangrijks wat ik heb geleerd is hoe je in een groep het best kan samenwerken. Ik weet nu hoe ik beter rollen kan uitdelen aan iedereen die meedoet aan het project. Ik wil graag mijn werkwijze en algemene kennis meenemen naar toekomstige bedrijven. En ik adviseer voor Felix om gewoon lekker door te gaan met tekenen. En jou, de kijker, wil ik bedanken voor het kijken. Oké, dat klonk raar. Doei.